De avonturen. De avonturen. Van Basje. Tom, trompeldom. Tralaladoi. Anna. Hallo jongens. Ja, dit is weer de avonturen van Basje. Yeah. Ja, ik ben heel blij dat jullie zijn, jongens. Ja, heel blij. Oh, ja. Nou ja, ik heb jullie 2 weken niet meer gezien, jongens. Ja, dat komt. Mijn moedertje dacht dat ik kou had gevat na het avontuur van 2 weken geleden met die sterke stroming. Ja, ja, ik had een paar keer moeten niezen die dag. Nou ja. Dus moesten we 2 weken wou ze me thuis houden. Ja, ja. Ik mag nu ook niet meer zwemmen, jongens, trouwens. Want ze is bang dat ik anders verzuip. Ja, Ivan mag nog wel zwemmen. Ugh. Nou goed. Nou ja, ik heb hier. Ik mag nu alleen nog maar tot de knieën in zee. Dus ik heb hier even een handdoek meegenomen voor mijn. Ja, knieën of mijn benen even droog te maken. Want ik ga toch maar even in zee staan. Ja. En ja, Jon zit dus gewoon mijn gewone kleren nog. Ja, ja, kan niet anders. Nou goed, ik ga daar verderop even in zee staan, jongens. Ga je mee? Ja, kom je al. Heerlijk. Oh! Oh, hallo. Ivar hier weer. Ja, hallo. Ja. Ja. Ja, ik zit te denken, hè. Ik heb Basje nou een tijdje niet meer voor de mouw gehouden. Hoe kan ik dat nou toch eens doen, zit ik te denken. Dat zit ik te denken. Hey, ik weet het. Basje die mag niet meer zwemmen, hè, vermoedertje. Ja, dat weet jullie ook wel zeker, hè? Ja. Ja, en, oh, hij staat daar in het water, zie ik. En als ik hem nou eens zou, dan hij staat zo en ik besluip hem van achter. En dan trek ik hem zo onver. En dan zwem ik heel hard weg met zo'n boogje. En dan kom ik hier weer voorbij. En dan kan ik zo over de dijk kan ik naar huis toe. Lopen. Ja, en dan kan hij me toch niet te pakken krijgen. Vind ik wel een heel goed idee. Ik ga het gewoon doen. Basje onttrekken. Helemaal nat, geweldig. Nou, ik ga het snel even doen. Zij, moet even kijken. Oh, daar staat Basje. Ik ga hem even snel omtrekken en daarna ga ik snel wegzwemmen. Toch! Ik ben helemaal nat! Ik kijk naar mijn kleren, die zijn druipen! Dat was Ivar, hè, jongens! Die moet mij ook altijd wel hebben, dat kereltje! Waar is die nu dan toch? Wat zal moedertje boos zijn! Ja, ik mocht niet meer van haar zwemmen en nu zal ze zeker boos zijn als mijn kleren helemaal. Kijk nou, helemaal doorweekt maar, jongens! Oh. Waar is Ivar? Hij stond die kant op! Oh, daar loopt die, jongens! Nu, hè. Jongens, ik zie jullie de volgende aflevering weer. Ivar, hè. Jongens, tot de volgende aflevering. Ja, toedeloe. Ivar!